Voor deze beurt specifiek lag de lat redelijk hoog, omdat we op de vorige edities altijd elkaar iedere keer een beetje challengen en extra verbeteren. En nu was het zo van, hoe kunnen we het nog beter maken? En dan is het idee eigenlijk opengetrokken en hebben we voor het concept deze keer externe partijen erbij betrokken. Terwijl dat vroeger niet zo was. Vroeger hebben we eigenlijk altijd zelf het concept van de beurs bedacht. En nu gewoon om ook wat zuurstof binnen te krijgen, hebben we dat niet gedaan. Het kernidee was dat we wouden afwijken van het standaardprincipe van een beurs en eigenlijk een nieuw soort concept neerzetten van hoe dat kan ingedeeld worden. Omdat dit soort beurzen met exposanten heel vaak een soort van rommeltje werd. We hebben een paar keer echt over gepingpongd met Bert van hoe zien jullie dat? En hij zei, ja, we bouwen gewoon een huis. En zwart, het moest even bezinken. Ik heb gebruik gemaakt van de 1600 kilometer op weg naar Italië, alleen in een auto, om dat goed te laten bezinken. En het is eigenlijk daar dat die puzzelstukjes wat in elkaar zijn gevallen. En ik heb dezelfde nacht nog, als ik 's nachts aan het rijden was, een berichtje gestuurd naar Bert. Die mij, ondanks dat het laat was, onmiddellijk terug sms'te en zei, Matthias, je bent aan je verlof begonnen, het is weekend, we bellen maandag wel eens. En dat heb ik toen ook gedaan en hem het idee verteld om met tenten te gaan werken. Volgens mij makkelijke constructies, snel opgebouwd, zonder zeilen erin. En die leefwerelden en dat karakter en die identiteit van Bos gaan we erin stappen door basjes zelf te gaan spannen. 100% zelf te ontwerpen, personen. En zo ben je vrij om een vloer te leggen, om basjes te ontwerpen in een stijl die je wil. Om eigenlijk echt personenidentiteit te gaan doen. En ongelooflijk chic van Bert, dat zijn reactie onmiddellijk was van daar houden we gewoon voor, het is een goed idee, ik zie dat volledig zitten. Dat was wel eventjes schrikken, vooral, je moet rekening houden, de helft van het team zijn marketeers en die kunnen zo wel een keer abstract denken en zich wel iets voorstellen bij wat zo'n tent kunnen zijn. Maar andere mensen staan heel ver van marketing en voor hen is dat moeilijk om te visualiseren. Ah, we gaan een beurs met tenten maken. Ah, bon, ja. En ze gaan allemaal basjes gebruiken. Maar dan is dat moeilijk om voor hen te zien hoe dat hun stand er gaat uitzien. Dus er is heel veel overredingskracht en 3D-visualisaties en uitleg met handen en voeten geweest om die mensen er wel, zou ik zeggen, de vertrouwen in te geven dat dat ging goed komen. Maar het is niet zo dat er bij ons twijfel was dat er rond dat tentconcept dat we daar vraagtekens bij hadden. Eigenlijk zijn we daar heel vlug mee gevolgd. Gewoon ook, ja, een stuk is dat het vertrouwen in de partij die het ons voorstelt. Als jullie zeggen dat dat een tof concept is en dat past binnen de look and feel zoals dat we het hadden afgesproken, dan is dat oké.
We hebben in Bos een klant gevonden die ongelooflijk veel vertrouwen gegeven heeft van in dag 1. We konden heel goed discussiëren, brainstormen samen. Maar ze hebben heel veel oor voor onze argumentatie rond bepaalde evenementiële reflexen, rond dat concept, rond de uitwerking van het concept. En dat is echt chapeau dat een klant zoveel vertrouwen heeft. Dat is zo met die tenten geweest, dat is op heel veel andere vlakken ook geweest. We hebben heel laat in ons proces beslist om met een andere traiteur te werken, om die nog meer kon meegaan in ons concept, omdat we echt wilden streven naar die perfecte beleving van de klant, ook op vlak van catering. 3 weken voor de beurs, nog daar een gigantische switch gemaakt, 1 telefoontje was voldoende, naar Annemieke van kijk, je moet ons daarin vertrouwen, wij weten dat het beter gaat zijn. En ze heeft dat ook onmiddellijk gedaan, zelfs zonder overleg intern, gewoon Matthias, als jullie denken dat dat goed zal zijn, dan gaan we daarvoor samen. En dat is zo geweest, het hele proces. Het is ongelooflijk leuk werken als bureau. Als je iets gedurfd doet, als je een speciaal concept neerzet, dat je daar bovenop nog eens vertrouwen krijgt van een klant die daarin meegaat, die vertrouwen en geloof heeft in 2 jonge bureaus die samen aan de kar trekken en die ook nog de mentaliteit hebben om tot het uiterste haatje te gaan om te zorgen dat concept, dat idee dat bij henzelf gegroeid is, om dat ook in de ultieme perfectie te gaan realiseren. En we hopen dat dat ook zo het gevoel zal zijn bij iedereen achteraf, maar we hebben er wel vertrouwen in. Ik kom eigenlijk recht van school, 4 maanden actief bij Clouds en dan direct van mijn werkgever de opdracht van ja, kijk, de exposanten zijn volledig voor u, regel het. En ik was even overweldigd en dat is eigenlijk allemaal heel goed meegevallen. De exposanten waren super vriendelijk, veel werk ingestoken, maar goed gevoel bij. Ik heb een Excel genomen, een Master Excel noemen we hem ondertussen. En de tabblaadjes was iedere keer een tabblad 1 was tent 1, tabblad 2 was tent 2 en zo verder tot onze 28e tent. En per tabblad vonden we eigenlijk een grondplannetje getekend met dan een duidelijke tabel welke wanden er een basje waren, een hyperkwant, een openzijde. En op die manier hebben we alles ingevuld en kwamen we ook zo op vraagpunten dat we dan terug hebben gekoppeld naar de klant en terug in mijn Excel hebben ingepoet. Dat gaat van openingen van de zijdes, van de nokken van de tenten. Is ook heel belangrijk om te weten hoe precies de profielen in een tent staan om dan weer verdere acties te ondernemen om een basje te kunnen spannen. Dus alles hangt eigenlijk heel goed aan elkaar. En vandaar dat die Master Excel super belangrijk was om hem van dag 1 bij te houden tot overmorgen nog bij te houden, zodat alles zeer gestructureerd is. En mijn Master Excel is mijn beste hulpmiddel geweest. Geen concept is ons vreemd. Hoe zotter, hoe liever, hoe flexibeler, hoe beter. Net hetzelfde als we met Clouds gewoon zijn. Gewoon even brainstormen, kort schakelen, een beetje pingpong spelen. En het concept dat hierachter ontstaat is gewoon ja, de pastapot. Simpeler kan het eigenlijk niet zijn, maar het zijn meestal de simpele concepten die dat het beste uitpakken. Dus we hebben een dag en een half opgebouwd met ongeveer 4 tot 5 man. En nu voor het moment zelf zijn we met 28 man bezig. Voor de bediening, voor de bars en voor de buffetten en opruim. Dus ja, dat loopt allemaal wel. Ik vond dat eigenlijk eerst nogal een zot idee, maar dat is allemaal eigenlijk heel vlot gegaan. Doordat alles door Clouds heel goed voorbereid was. Alles was ook in DWG, waardoor dat ik al alle legplannen en zo en de truststructuren kon intekenen in DWG-file. Dus alles was op maat, alles staat zoals het ook getekend was. En voor ons is dat eigenlijk heel vlug gegaan. Vooral die eerste opbouwdag, die ik dacht die langer ging duren, is heel vlot gegaan. Slotconclusie voor ons. We kunnen een fantastisch groot project doen samen met een heel leuke sparringpartner, Dift en onszelf. We hebben heel weinig woorden nodig. We hebben elkaar eigenlijk ook heel vreemd, heel weinig gezien in dat productieproces. We communiceren heel snel.
We hebben de leveranciers eruit gekozen die tot het einde echt zijn meegegaan met ons. Niet alleen de tretteur, maar een tentenbouwer die iets heel onconventioneels gedaan heeft volgens zijn normale manier van werken. Een technische firma die op een heel speciale manier heeft moeten werken qua planning, omdat alles een beetje door elkaar liep. Een standenbouwer die een heel speciale uitdaging had om in tenten toch wandjes te gaan bouwen. Die moesten aansluiten op basjes met speciale profielen die we samen ontwikkeld hebben. We hebben testings gedaan, zowel met de tent, zowel met de wandjes. Testsessies georganiseerd. Welk type rekker gebruiken we, welk kleur van rekker gebruiken we. Op het juiste moment die klant erbij gehaald die op een fractie van een seconde bij wijze van spreken kon beslissen van oké, die test zit goed, we gaan ervoor. En echt die olie tussen alles hebben wij kunnen zijn, wat ik denk ook onze rol is. Met een voor ons heel bevredigend resultaat. Dus we hopen ook dat we over 3 jaar voor de volgende paint weer iets helemaal anders kunnen uitdenken, maar wel heel graag met dezelfde partners, want we hebben echt gevoeld dat dat een sterk team was.